We zijn hier vandaag bij het Palet, een NT2-school. En zij maken voor het eerst in Nederland een musical op een NT2-school. Wat is eigenlijk precies NT2-onderwijs? Een NT2-school is, dat staat voor Nederlands als tweede taal. De kinderen hier op school die komen uit echt alle landen van de wereld. Dat zijn vluchtelingen voor oorlog, armoede, maar ook voor maffia. Eigenlijk voor alles. En ze zijn in hun eigen land absoluut niet veilig. En ze vluchten naar Nederland en hopen op een betere toekomst. En wij leren de kinderen zo snel mogelijk Nederlands. Zijn deze kinderen ook allemaal verzekerd van een verblijf hier in Nederland? Mogen ze hier blijven of is het nog onzeker? Kinderen die net op school zijn, die wisselen nog wel eens van AZC. Dus dan zijn ze hier net gewend op deze school en dan moeten ze verhuizen, want dan moeten ze weer naar een andere AZC. En een deel van de kinderen, een groot deel van de kinderen, die hebben wel een eigen huis. En die gaan hier hun toekomst opbouwen. Nou, dat laatste is wel positief, lijkt me. We gaan het nu even hebben over de musical, want hoe staat het met de voorbereidingen daarmee? Ja, supergoed. We gaan nu richting afronden. Dus we hebben volgende week nog één weekje normaal repeteren in de klas. En daarna gaan we echt beginnen met de eindrepetities en kleren en het echte decor op het podium. Dus gaat hartstikke goed. Is het eigenlijk moeilijk om met kinderen te werken die eigenlijk minder goed of eigenlijk geen Nederlands kunnen? De groep die wij hebben, dat heet dan Groep Goud. Bij ons hebben ze geen nummers, maar namen. Dus wij hebben de kinderen die echt wel redelijk Nederlands kunnen. Maar als je bijvoorbeeld een groep regenboog, ik noem maar wat, dat zijn echt kinderen die zijn hier net een paar weken in Nederland. Ja, dat is echt heel lastig om ze Nederlands te leren. En hoe staat het een beetje met de zenuwen, ook onder jullie? Nou, in het begin, we zijn ongeveer begonnen met repeteren in februari. Omdat ze natuurlijk het draaiboek, ze moeten het script wel begrijpen. Ja. En alle de woorden gehad en de grapjes die erin voorkomen. Inmiddels heb ik zoiets van, het gaat wel oké. Dus we hebben er wel vertrouwen in, toch? En kan een musical dan ook de taalvaardigheid van een leerling bevorderen? Zeker, want hoe makkelijk je leert een taal door te zingen. Kijk maar naar Nederlandse scholen, bij kleuters wordt ontzettend veel gezongen. Waarom is dat? Woordenschat. Nee. Dus, en dat is hier precies hetzelfde. En als jij een Frans liedje zingt, dan krijg je dat Franse gevoel een beetje. Dus ja, dat gaat veel sneller door te zingen.